Welkom terug. In het vorige filmpje hebben we gezien hoe dat de zwaartekracht een kracht is waar dat elke massa aan onderworpen is. En dat die zwaartekracht afhankelijk is van hoeveel massa dat voorwerp zelf is, of heeft in dit geval. Dus hoe zwaarder het voorwerp, hoe meer zwaartekracht dat erop uitgeoefend wordt. We hebben ook gezien dat als je bijvoorbeeld bergop of bergaf rijdt, de kans heel groot is dat je vertraagt. Of versneld. Versneld in het geval van ergens naar beneden te rijden. Nu, hoe kan dit? Door de zwaartekracht. Want ze maken hier een kleine oefening. Teken de zwaartekrachtvectoren op al deze ballen die hier staan. Nu, aan zich is dat een van de makkelijkere stukken die je kan doen. Het enigste wat je nodig hebt, is daarvoor je geodriehoek. Je brengt die in het middelpunt van de bal. En je tekent dan de zwaartekracht naar beneden. Nu, dat is telkens dezelfde bal, dus die zwaartekracht gaat telkens even groot zijn. Die gaat namelijk beginnen hier bij 0, en ik pak hier even gewoon de 2 als maatstaf. Zo, ik ga er speed nog wel fatsoenlijke pijlen van maken hoor. En je doet dat voor die eerste, voor die tweede, en die derde, enzovoort, enzoverder. Ja. Dus dat is hetgeen wat ik hier nu even aan het doen ben. En je kan dat zelf aanvullen voor al de ballen die dat daar staan, ja. We gaan dat niet elke keer opnieuw doen. Nu, hoe komt dat dan, dat die ballen in beweging komen, als dit de zwaartekracht is die er op inoefent? Want dat is niet logisch dat een kracht die naar beneden gericht is, zoals deze, die een bal in beweging zet. Ja, er moet dus sprake zijn van iets anders. Wel, gelukkig is die zwaartekracht niet de enigste kracht die aanwezig is. Want als dat het geval zou zijn, dan zou die bal doorheen die helling hier bewegen, wat we ook weten dat er niet gebeurt. In het vorige hoofdstuk zijn we er eentje tegengekomen die we de normaalkracht noemen. En de normaalkracht, dat was de kracht die een ondersteunend voorwerp uitoefent op het voorwerp dat het ondersteunt. Nu, er is iets heel bijzonders aan. Die normaalkracht, die staat altijd loodrecht op het oppervlakte dat de ondersteuning biedt. Nu, als dat oppervlakte zelf perfect vlak is, dan gaat die normaalkracht gewoon perfect verticaal naar boven gericht zijn. Waardoor dat die de zwaartekracht 100% opheft. Nu, als dit echter een helling maakt, dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan gaat er namelijk hier evenwijdig met de oppervlakte, en ik leg deze lijn evenwijdig mee, dus loodrecht daarop, gaat er een kracht uitgeoefend worden die even groot is, dus ook, gebruik weer even die 2 centimeter hierop, op mijn geodriehoek, om dat duidelijk te maken, die daarop uitgeoefend wordt. Ja? Nu, daardoor heb je één voorwerp dat 2 krachten tegelijkertijd ondervindt. Een zwaartekracht en een normaalkracht. En die werken elkaar grotendeels tegen in deze context. Maar niet volledig. Want er zit een klein beetje een hoek tussen. En dan krijg je 2 vectoren die je kan optellen bij elkaar. Nu, ik weet niet hoe dat het zit in deze iets of wat vreemde coronatijden, wat je in wiskunde al gezien hebt en wat nog niet. Maar ik ga hier proberen dat even duidelijk te maken met behulp van mijn geodriehoek. Als je zo 2 vectoren moet optellen, wat doe je dan? Dan moet je eigenlijk vanuit die 2 vectoren een parallelogram maken, vertrekkende vanuit de evenwijdige projectie van de eerste vector. Wat bedoel ik daarmee? Als ik hier de evenwijdige projectie van die zwarte vector, de fz, wil maken op het eindpuntje hier van fn, dan moet ik hier zo een lijnstuk tekenen. Ja? En wat moet ik doen? Ik teken dat gewoon maar ineens verder. Dit is gewoon de evenwijdige dus van die fz. En wat ga ik dan doen? Ik neem mijn geodriehoek. Ik draai die zodanig dat die evenwijdig komt te staan met die aan blauwe, de fn, ja. En ik teken ook weer de evenwijdige van die fn, vertrekkende uit het puntje van fz. Zie je? En krijg je hier een vreemde kruisingslijn tussen die 2. Deze mag ik heel even wegdoen. Die heb ik niet meer nodig. Opzij zetten. En wat krijg je dan? Je krijgt hier een kruispunt, zoals je kan zien, dat die 2 met elkaar verbindt.
En wat is nu de totale kracht die uitgeoefend wordt op dat voorwerp in deze context? De totale kracht die erop uitgeoefend wordt, resulteert in datzelfde aangrijpingspunt verbonden met dat kruispunt hier. En je ziet dat daar zo een heel klein beetje kracht op uitgeoefend wordt. Zo, naar opzij. Dus dat is wat men gaat noemen FR, de resultante kracht. Mijn R lijkt wel enorm hard op een Z op deze moment, maar goed. De resultante kracht op dat balletje, waardoor dat die inderdaad zo in beweging komt. Nu, diezelfde tekening kan je eens proberen voor wat als die helling schuiner is. Wel, wat krijg je dan? Je krijgt altijd diezelfde FZ. Daar zit geen verschil in. Maar wat krijg je ook wel? Dezelfde FN qua grootte, alleen gaat die nog schuiner staan. En hoe schuiner dat deze komt te staan, ja, hoe groter die kracht gaat zijn die dat balletje effectief in beweging gaat zetten. Die resultante kracht. En dat verklaart waarom dat die in gang komt. Dat is even uitgebreider dan dat het boek dat doet. Maar ik dacht van, dat is wel belangrijk, want jullie moeten ook moeten kunnen analyseren en ontbinden en optellen van krachten. Degene die dat er gebeuren. En dit was daar een mooi voorbeeldje van. Ja? Nu goed, als we dat verder gaan aanvullen in vraag 4. In alle gevallen is het aangrijpingspunt van de zwaartekracht, mag hierbij invullen, het voorwerp. De richting van de zwaartekracht is telkens, wat je hier zou beschrijven als verticaal. En de zin is altijd wat je zou beschrijven als naar beneden of eventueel naar de aarde toe. De grootte in dit geval is dan, als we aannemen dat de massa 1 kilogram is, als we weten dat de zwaartekracht 9,81 newton per kilogram is, dan gaat die grootte hier dus 9,81 newton zijn. Is dat 2 kilogram, dan is dat het dubbele ervan. Is dat 3 kilogram, enzovoort, enzovoort. Ja. Nu, dat is hetgeen wat ze hierbij zeggen. Dat leidt ook tot de volgende formule. Als wij willen gaan berekenen hoe groot de zwaartekracht is, dan is dit een belangrijke formule. De zwaartekracht is het product van de massa van dat voorwerp, maal de zwaartekracht, de zwaarteveldconstante, in dit geval G, 9,81 newton per kilogram. Nu wil ik hier direct al even een let-op momentje bij verzetten. Want die massa, als je wil dat die formule klopt, in dit geval, die moet altijd uitgedrukt zijn in welke eenheid? Kilogram. Als je dat niet doet, dan klopt die formule gewoon niet. Een klassieker op veel toetsen, dat ik vraag van, ja, je hebt een voorwerp van 400 gram, bereken de zwaartekracht erop. En uiteindelijk krijg ik iedereen van, oh, makkelijk, maal 9,81. Maar dan heb je de massa, de zwaartekracht berekend voor een voorwerp van 400 kilogram, hè? Niet die van 400 gram. Die van 400 gram, dat is 0,400 kilogram. Hè? Dus dat gaat minder zijn dan 9,81. Probeer u daar dus niet aan te laten vangen. Je kan dat bijvoorbeeld snel inschatten door dit getalletje wel af te ronden op ongeveer 10 newton per kilogram. Dat is niet 100% correct, maar je kan het wel zo heel snel inschatten. Want bijvoorbeeld, bereken de FZ op jezelf. Dat zal voor elke leerling wel anders zijn, natuurlijk. Maar dit zal het al in ieder geval niet zijn. Want dan wil dat zeggen dat je gewicht ongeveer ligt tussen de 0 en de 1 kilogram. Ook niet, hè. Dat er nog altijd iemand rondloopt die tussen 1 en de 10 kilogram weegt, dat betwijfel ik ook. En dat er iemand zal zijn met een massa tussen 10 en 100 kilogram, dat zal voor jullie 9 van de 10 wel zo zijn. Spijtig genoeg, ik val in deze categorie. Goed. Hoe zit het dan met deze kort? Dat is even een klein kantpuntje. Dat is een waarde die we wel regelmatig gaan gebruiken. Is er altijd 9,81 newton per kilogram? Nee, dat is een waarde die geldt voor België. Dat is een beetje een gevolg van aardrijkskunde, dat je geleerd hebt dat de aarde niet perfect rond is op dat vlak. Het is een klein beetje elliptisch van vorm, niet overdrijven, maar het is wel zo.
Waardoor dat de zwaartekracht aan de Noordpool en de Zuidpool eigenlijk iets sterker uitkomt dan de zwaartekracht rond de evenaar. Nu, die 9,81, dat is een gemiddelde waar wij altijd mee mogen werken, want we zitten hier in België en we bekijken het van ons standpunt natuurlijk. Nu, stel dat jij ooit naar een ander hemellichaam zou kunnen gaan, dan gaat die zwaartekracht daar ook anders zijn. Bijvoorbeeld hier de maan. Als je die oude beelden bekijkt van de maanlanding, die mannen die huppelen nogal rond, komt omdat die daar een veel kleinere zwaarteveldsterkte rondom de maan hadden, waardoor dat dus de kracht dat die op de maan probeerde te houden, de zwaartekracht daar, veel kleiner was. En als gevolg daarvan. En je kan dus ook makkelijk aan de slag om daarmee te gaan berekenen wat dat de zwaartekracht is op jezelf indien je op de maan zou staan. Daar heb je gewicht voor nodig. Je eigen massa moet ik eigenlijk zeggen, want gewicht en massa, dat is nog iets anders. Dat is het volgende puntje dat ik wil halen. Dan wil ik hier nog even een proefje bij overlopen. Stel dat je een lange stok hebt en je schuift die twee verder naar elkaar. Gaat die stok altijd in balans zijn? Nee, je gaat die effectief op een bepaalde punt moeten houden, moeten ondersteunen en anders valt dat ding naar beneden. Je kan dat bijvoorbeeld ook makkelijk doen met een geodriehoek. Probeer maar eens een keer een geodriehoek zodanig te balanceren dat die op één puntje van je vinger perfect kan blijven liggen. Als je dat puntje vindt, waar je zegt van ja, nu blijft die inderdaad liggen, zonder dat die constant omver valt, dan gaan we dat punt vanaf nu het zwaartepunt van dat voorwerp noemen. Wat is dat? Eigenlijk is die zwaartekracht, werkt die in op elk klein onderdeeltje van zo'n voorwerp, zelfs al heeft dat een onregelmatige vorm. Maar er is altijd één puntje waaruit we kunnen rekenen van, dat is nu het aangrijpingspunt van de zwaartekracht. En dat aangrijpingspunt van de zwaartekracht, vergeet niet, dat is dus één van de vier aspecten van de zwaartekracht. Dat is het zwaartepunt in deze context. Ja. Waar dat zwaartepunt komt te liggen, dat hangt natuurlijk af van de vorm van het voorwerp. Bij de mens ligt dat zo ongeveer ter hoogte van de heup. En je kan dat bijvoorbeeld zien aan deze acrobaat. Waarom is dit een stabiele toestand en tuimelt dit allemaal niet naar beneden? Want dat komt omdat het zwaartepunt van die persoon effectief, nog altijd, onder een ondersteuning staat. Mocht die toevallig een klein beetje beginnen wiebelen en die gaat naar opzij, en dat zwaartepunt zou voorbij de ondersteuning komen, ja, dan ligt die er naar beneden. Ja. Is dat altijd perfect in het midden? Nee, dat toont deze foto aan. Dit zou ongeveer het midden zijn van die baseballknuppel, maar gezien dat die zwaarder is aan dit einde dan aan dit einde, ligt dat zwaartepunt ook eerder hier, boven die zit persoon zijn handen. En ook zo op een koord balanceren, je kan dat in orde maken door je handen uit te rekken en dergelijke, daarop verder te gaan. Tot dusver het zwaartepunt. Het gewicht, dat is het volgende stukje. En ik heb het eigenlijk spijtig genoeg niet 100% correct gedaan in dit filmpje. Ik heb gewicht en massa een paar keer door elkaar gebruikt. Wij gaan die fout rechtzetten in het volgende filmpje. Tot dan.